Onstuimige weersomstandigheden bij de start van de 30 van Almere vanmorgen in Almerepoort. Het hardloopevenement zit behoorlijk in de lift. Vorig jaar nog 600 deelnemers tegenover een dikke 1000 dit jaar. Er was een fraai parcours uitgezet, onder andere over de dijk, de Gooimeerdijk richting Almere Haven. Dan langs het Kromslootpark en door de nieuwe wijk Duin. Het is open, mooi. Wisseling tussen duin, strand, de dijk en het bos in het Kromslootpark. Een fantastische ronde. Veel mensen verwachten dit niet in Almere. En al die deelnemers konden kiezen uit diverse afstanden, zoals de 5 of de 10 kilometer, de halve marathon en natuurlijk de 30 van Almere zelf. De populairste afstand is denk ik de 30 van Almere. Ideale voorbereiding op de najaarsmarathons. De 30 kilometer is voor hun echt het toppunt. En dit jaar nieuw, ook een trekker, de halve marathon. Ja, was ook een goede aankomst voor. We merkten dat de 20 kilometer die we voorheen organiseerden een beetje raar was. En een halve marathon is dan meteen meer een beter eikpunt. Dus was heel populair. En die populaire halve marathon werd uiteindelijk een prooi voor deze Dennis de Knijf uit Almere. De winnaar van de halve marathon bij de 30 van Almere, Dennis de Knijf. Hij kwam in een tijd van 1 uur en 17 minuten over de meet bij de topsporthal. En hij had nauwelijks afgezien. Ja, het was een mooie uitdaging vandaag met veel wind, regen. Maar eigenlijk stond de wind wel heel gunstig op de dijk. Waardoor we eigenlijk goed de tempo kunnen houden. En tegen de wind in was een beetje bebost. Dus prima. De hoofdafstand, de 30 van Almere, werd uiteindelijk gewonnen door deze 51-jarige Peter Wielaert uit Gouda. Ja, het is heerlijk. De wind staat heel gunstig. Dus je hebt heel veel wind mee waar je open vlakte hebt. En wind tegen is een beetje beschut, dus dat helpt echt wel. Het is een lekkere loop. Wel veel op en af, vind ik. Maar het gaat op zich een lekker loopje. Laura Hermans uit Almere, winnares van de 30 van Almere. Bij de vrouwen tenslotte ging de winst op de 30 kilometer naar deze Laura Hermans uit Almere. Heftig, wind, regen, maar het ging super. Misschien toch wel mijn weer. Dus, een thuisoverwinning, hè? Een thuisoverwinning. Ik had er nog nooit gelopen, dus het is een hele goede voorbereiding voor de marathon. Ik voel het echt super zeker nu. Wat heb je uiteindelijk geklokt op die 30? Even kijken. Komt-ie. 2:03. Nou, dat is netjes. Gefeliciteerd. Dankjewel.